Watte? Dat klaamblauw pilleke, dat klaamblauw... Voor wat klapte gaat hij gemagelijk als dat ik de achterlakens aan? Het stuk dat we nu brengen met BVT heet Poupa. Het is een stuk van een Frans schrijver, Florian Zeller, Le Père, en verfilmd als The Father, hè, met Anthony Hopkins en Olivia Colman. Ja, we zijn dat ik het veel doet. Mijn verkoot. Ah, mijn eigen dochter. Mijn eigen dochter. Ja, ik kan het allemaal alleen niet blijven doen. Hè. Ik moet werken, ik moet... Het is doe mij dat ik gij zou hebben dat er iemand ons komt helpen. Het gaat over een dementerende oudere man, een man van ongeveer 80 jaar, met alles wat dat individueel en ook in zijn onmiddellijke omgeving teweeg brengt. Ik soupçonneer er ruilen van dat ze... Ja, ja, in zijn noom. Een noomvee. Mon, nee, dat is niet affrontelijk. Je moet juist maar accepteren dat je iemand van doen het via tulpen. Het is natuurlijk een drama, maar er zit ongelooflijk veel humor in. Die humor is niet vanzelfsprekend. Na die lach komt natuurlijk wel het besef met wat zitten wij hier te lachen. Dat neemt niet weg dat we toch gelachen hebben. Er zijn verschillende soignants gepasseerd, maar ja, hij komt er niet zo gemakkelijk mee overeen. Ja, hij is aan een karakter, qua. Ik zou hem partij fameus intelligent, hè. Fameus. Vandaar stond ik er zelf stoem van. Ik ga daar niet te veel over verklappen, maar in den decor gebeurt van alles, maar ook met de mensen gebeurt er van alles. Ja, maar hoe dat scenisch wordt opgelost, is boeiend, vind ik. Ja. Ik weet niet wat dat mij gepakt heeft. Een zout colère. Ik heb mijn Anne rond zijn keil geleid. Ik kost dat net vele kloppen in mijn Anne. Precies vlindertjes. En dan moet ik ze toegenijpen, mijn Anne.